Ik voel me een beetje ongemakkelijk bij. Hier staat namelijk iemand met vele pandjes in zijn portefeuille. Gewoon een huisjesmelker. En die staat vragen te stellen over de woningmarkt. En als dat nou geen belangenverstrengeling is, dat als dit is wat je zelf gewoon een zakelijk belang bij hebt, vind ik het zwaar ongepast. En ik zou de heer Van Hagen willen overwegen, ga gewoon weer rustig zitten, dat is beter. Ja. Ik geef de heer Van Hagen de kans om daar even op te reageren. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter. Inderdaad, ik ben ondernemer, dus ik moet mijn pensioen zelf regelen. Nou, dat heb ik gedaan door wat vastgoed te kopen. En voor het overige heeft iedereen hier belangen. We hebben allemaal kinderen, we hebben allemaal hypotheken. Nou, misschien de heer Klaver niet, maar dan heeft hij waarschijnlijk een sociale woning waarin hij zit, waar hij ook over aan het praten is. U woont waarschijnlijk ergens, u heeft een huis. Dus we hebben allemaal belangen. Dus ja, praat me hier niet van. En ik denk dat u getriggerd werd door de opmerking dat de communisten nu GroenLinks heten. Nou, dat klopt en dat zien we nu weer terug. Dank u wel. De heer Klaver. Ja, nee, het gaat over iets heel anders. De meeste van ons wonen inderdaad, gelukkig in een huis. U bent geen ondernemer, u bent Kamerlid. Ik kan u zeggen, u krijgt een vorstelijk pensioen, bouwt u hierop. Dus ga niet zielig doen alsof u geen pensioen heeft. U geeft hier ook toe dat u een volle vastgoedportefeuille heeft. U noemt zichzelf dan ondernemer. Ik zeg, u bent een huisjesmelker. Ik geef u een overweging. U heeft bij de vragen die u nu stelt een rechtstreeks zakelijk belang. Gaat u alstublieft zitten, dan zou u deze Kamer meer recht doen. Dank u wel. De heer Van Hagen. Voorzitter, we hebben allemaal belangen. En de vraag is in hoeverre die belangen zo groot zijn dat je ze laat meewegen. En voor het overige ben ik er trots op dat ik ondernemer ben. En ik hoop dat de heer Klaver dat ook nog een keer kan zijn, zodat hij kan ervaren hoe het is als een markt verstoord wordt. En overigens denk ik dat de meeste verhuurders er wel bij hebben gevaren dat die woningmarkt zo verstoord is door onder andere al die linkse maatregelen. Maar goed.